Goedemorgen, het is morgen, zonder zorgen, alweer. We zijn ondertussen al even bezig, we hebben een mysterie hier zo, want de tv gaat steeds uit zijn eigen uit. De afstandsbediening ligt op tafel, dus we snappen er even niks van. Weer uit! Ja, hij gaat weer uit. We snappen er helemaal niks van. Papa is het. Ik weet het niet, want die is op zijn werk, dus dat kan niet. Dus goed, het mysterie van de tv. Dat wordt nog een dingetje vandaag, dat wordt ook de slogan van vandaag, het onderwerp van vandaag, de mysterie van de tv. Als ik ooit het mysterie op heb gelost, waarom dat als ik hem aanzet, als ik hem op tafel leg en hij dan weer uitgaat, dan kom ik daar wel op terug. Maar goed, we hebben in ieder geval onze dag al gestart, we hebben al gegeten, we hebben al gedronken en wat er voor vandaag allemaal op de planning staat. Ik heb geen flauw idee. Dus, alweer ging de tv uit. Kleine mysterieraadsel. Wat de rest van de dag gaat brengen, ik heb eigenlijk echt nog geen idee. Het is wel redelijk lekker weer. Ze lopen wel allemaal eindelijk in een t-shirt. Dat is al wel weer heel erg fijn. En ja, ik denk dat het een beetje opruimen is vandaag. Een beetje huishouden doen, een beetje chillen op de bank. Misschien soms wel even naar buiten. Ik heb geen idee. Dus ik hou jullie wel op de hoogte. Boom, bijna 5:10. Over 20 minuten is mijn partner klaar met werken. En dan kunnen we daarna lekker gaan eten. We hebben eigenlijk niet heel veel gedaan vandaag. Gewoon een beetje opgeruimd. Een beetje wat gewoon gezinsleven. Niet zo heel boeiend eigenlijk. En nou weer lekker naar buiten geweest. Het is lekker weer. Jammer, het zonnetje is niet echt doorgekomen. Het blijft wel gewoon een grijze lucht. Maar hey, het is nog niet het einde van de dag. Dus misschien, heel misschien, komt het zonnetje nog wel een beetje doorheen. Klein beetje. Dus en ondertussen Lydia al heel vaak gesproken vandaag. En we hebben gewoon onwijs veel zin in maandag. En we weten dat het gewoon een super drukke dag gaat worden. Dus we hebben best al wel een krappe planning ertussen lopen. Want we hebben natuurlijk het spelletje op Facebook gedaan. Mocht je ons nog niet volgen, onze Facebookpagina is Hippiegirls LC. Je hebt 2 pagina's die je ziet. Je hebt de community en de Facebookpagina. En dit gaat echt over de Facebookpagina. Dit gaat niet over de community. Dus ben je nog niet lid van onze Facebookpagina, ga dan even naar Facebook, Hippiegirls LC. En ook daar kan je gewoon echt onze pagina vinden waar ook ons spelletje op staat. En dat is als volgt, dat je eigenlijk dat we gaan kijken voor fotomomentjes. Dus dat is Big Thunder Mountain, Tower of Terror, noem het zo gek maar op. Overal waar je fotopunten hebt, Space Mountain heb je fotopunt. Flight Force heb je fotopunt. Oké, die zijn wel wat moeilijker, maar je hebt ze wel. Nou hebben wij dus een aantal namen al doorgekregen. Of mensen die al gereageerd hebben van, mijn naam mag wel mee in die fotopunt. Doe een papiertje, zetten we je naam op, neem je mee. Dus dat is op zich wel heel erg leuk. Nu hebben we al de grootste voorpret, want Bart die heeft Tower of Terror gezegd. En dat was best wel komisch. Want Lydia zit altijd met beide handjes heel hard om die stangen heen geknepen om haar eigen vast te houden, zodat ze zeker weten niet zonder handen in Tower of Terror zit. Nou mag ze het papiertje van Bart vast gaan houden. Dus, surprise Lydia, helemaal zonder handjes. Dus ik heb al de grootste voorpret. Die gaat gillen, die gaat misselijk zijn, dat gaat helemaal geweldig worden. Aan de andere hand heeft ze me teruggepakt, want ze heeft mijn vader een berichtje gestuurd met, kan je er misschien op reageren met Darth Vader? Nou, dat heeft mijn vader dus gedaan, die vond dat dan ook wel weer lachen. Dus ik zit met het potje Frans, of met het papiertje met Frans erop, bij Darth Vader. En ik heb er echt geen zin in, want ik weet niet, van alle Disney-karakters, ik ben van geen enkel Disney-karakter bang. Maar de manier waarop hij door dat ding praat, vind ik gewoon heel erg eng. Ik weet niet waarom, ik vind het gewoon heel erg eng. Dus ik ga daar ook gewoon liever niet naartoe, maar nu moet ik er naartoe, want we moeten een papiertje showen. Geeft helemaal niks. Dus we hebben echt al de grootste voorpret met z'n tweeën. En nu gebeurt het wel eens dat mensen ons vragen van, Christel, Lydia, kunnen jullie kijken voor bepaalde items in Disneyland Parijs? Eigenlijk willen we daar alleen maar mee zeggen, we hebben er eigenlijk echt geen tijd voor. Hoe graag we het misschien ook zouden willen doen, we hebben daar gewoon geen tijd voor. Daarom hebben wij onze vaste shopping service, shopmagic.drop.be. Daar kan je eigenlijk op kijken van welke items zijn er, valt er te bestellen als je zelf niet kan gaan. Dat is van Miriam. Miriam verzorgt alle pakketjes onwijs goed. En alle bestellingen, ze haalt het. En dat wordt onwijs leuk bij je thuis geleverd. Dus wij willen eigenlijk aan iedereen gewoon vragen van, als je echt iets van een Disney item wil weten. Of
Kijk wat het er is. Of noem dan de, ja, wat dan ook. Of je wilt bestellen. Ga naar shopmagictiljedrop.be. Ze is ook te vinden op Facebook. Ze is te vinden op Instagram. Niet volgens mij. Maar sowieso op Facebook. En wij benoemen haar ook regelmatig in een post als er iets nieuws is. Wat wij ook wel om gewoon leuk uit vinden zien. Benoemen we ook haar pagina met als nadruk van oké, dat is eigenlijk onze shopping service. Vaste shopping service. Niet onze haar shopping service. Maar wel vaste shopping service. Dus ga alsjeblieft daar kijken, daar bestellen. Want wij zijn zo druk bezig eigenlijk met het content van het YouTube kanaal. Dat wij gewoon eigenlijk echt totaal geen tijd hebben voor nog eens een keer te kijken bij winkeltjes voor extra items. Dus zodoende. Dat hebben we dan nog heel eventjes wel gezegd vandaag. Voor de rest hebben we er alvast onwijs veel zin in. Morgen is het gewoon echt ja, de laatste puntjes hier op de i. Want mijn partner blijft dan bij de kindjes thuis. Ik ga alleen samen met Lydia. En we moeten dan alles nog even in orde maken dat we dus kunnen gaan. Het is maar één dagje. Alweer. Maar één dagje. En ja, mijn partner krijgt ook gewoon even rij. En dat hoeft ook helemaal niet. Want wij zijn met één dagje ook best wel tevreden. En we kunnen in ieder geval op en neer. Dus dat vinden we al heel fijn. Het is voor ons maar 3,5 uur rijden. En dat doen we dan met z'n tweeën, zeg maar, in stapjes, stapsgewijs. Dus ik doe het eerste gedeelte. Lida doet het tweede gedeelte. Het belooft wel weer onwijs leuk te worden. Want wat we allemaal in petto hebben, dat ja, het wordt wel weer lachen. Dat hoor je wel. Dus zodoende is dat weer een planning voor morgen en dan overmorgen. Wat ik dus wou zeggen met dat spelletje is, mocht je nog niet mee hebben gedaan met het met je naam opgeven, zeg maar. Kan je dus altijd nog naar onze Facebookpagina toe, Happy Girls LC. En denk het bericht van vandaag, heb ik het er nog volgens mij nog iets opgezet over dat we dan maandag in Disney zijn. En wil je nou zeg maar van, oh, dat lijkt me eigenlijk wel leuk om mijn naam ook bij een fotomoment te hebben. Zet het in de comments. Zet het gewoon in de reacties met welke attractie jij jouw naam zo graag zou willen zien. En dan regelen we dat. Dus kom goed, we hebben wel gezegd twee namen maar per attractie. Want wij zitten maar met twee handen. In totaal vier. Want we zijn met twee. Dus anders wordt het een beetje te wild om dat allemaal mee te nemen en te organiseren. Dus goed, tot zover. Wat vanavond gaat brengen, weet ik echt absoluut nog niet. Totaal nog niet. En ja, dat wordt nog even afwachten dan tot vanavond. Ik krijg een lam arm. Ik heb mijn armen getraind van de week. En dat merk ik wel. Ze verzuren een beetje. En ik heb geknoeid op mijn shirt. Ook nog. Kan er ook nog wel bij. Oké. Goed, tot zover deze middag eigenlijk. Want dat is het. Het is nu bijna einde middag. Eer dat ik weer nu de camera pak, is het weer al avond. Maakt niet uit welke rennen. Of dat nou een kwartier is, drie kwartier. Maakt niet uit. Dan is het avond. Dus tot zover de middag. Tot straks. Boom, avond. Kindjes liggen alweer lekker op bed. En ik heb de vaatwas ondertussen al helemaal gedaan. Keuken opgeruimd, alles opgeruimd. En nu is het weer tijd voor mijn serie. Ja. Oh, sorry, achterkant is echt. Oké, het wordt er niet echt beter op, het spijt me. Goed, in ieder geval. Het is weer tijd voor mijn serie. Ik ben de Shadowhunters nog steeds aan het kijken. Het is echt een belachelijk leuke serie. Dus ik denk dat ik zo meteen van deze plek, van de ene hoek, naar de andere hoek ga. Ik ga hoekjumpen. En dat ik me eigenlijk daar lekker in ga neerleggen. En dan gewoon lekker ga genieten van mijn avond. Misschien dat Lydia nog heel even langskomt, dat weet ik niet zo goed. Maar we zien wel. Dus ik ga me in ieder geval afsluiten, want mijn dag is nu al redelijk voorbij. Morgen weer een nieuwe dag. Nieuwe kansen. Dag voor vertrek. Dus morgen is de laatste dag hier. En dan 's nachts gaan we vertrekken. Dus we hebben de zin. Dus dan ga ik afsluiten zoals ik altijd doe. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. En laat in de reacties weten of dat jij ooit alle keer naar Disney bent geweest. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe mini-vlog. Doeg!